Hoi allemaal. Vandaag is de 11e aflevering van SOTV en vandaag spelen we tegen Delta Sport uit Vlaardingen. We hebben een interview met hoofdtrainer Sander Fakkel en met clubicoon Kees Nobel. En na de wedstrijd praten we na met Jasper Huisman. Niet alleen verloren tegen Heijnen Noord, maar ook de koppositie. Hoe kijk je hierop terug? Ja, het is jammer van twee kanten natuurlijk. Het is jammer dat je Heijnen Noord sowieso verliest. Het is een derby die je heel graag wil winnen. En dat je de koppositie kwijtraakt, ja, dat is zonde. We doen al heel lang heel goed mee. En dat proberen we zo lang mogelijk te blijven doen. En met nog 8 wedstrijden te gaan, komt het steeds dichterbij. Dus dat leeft wel. Dus dan is het zonde als je nu een wedstrijd verliest. Snap ik. En de transfers tussen Heijnen Noord en SO, hadden die invloed op die wedstrijd? Nee, want beide spelers speelden natuurlijk niet. Mits speelden niet bij Heijnen Noord en Leiby niet bij ons. En ja, ze zijn allebei nog gewoon deel van de club waar ze nu spelen. Het was niet van invloed op de wedstrijd. Durf je een voorspelling te doen waar SO dit seizoen zal eindigen? Nee, want we hebben nog 8 hele zware wedstrijden. Met beginnen vandaag Delta Sport, wat ook gewoon een hele goede ploeg is. We hebben ook maar 4 keer verloren. Strijden ergens andersom, een beetje waar wij vorig jaar in zaten natuurlijk. Dus proberen daar onderin weg te komen. Ja, en wij willen gewoon zo lang mogelijk meedoen. En ik heb een aantal weken geleden gezegd, als wij deze 3 wedstrijden genoeg punten pakken en nog bovenaan gaan of bovenin meedoen, ja, dan kan het wel eens een heel leuk seizoen worden. Maar het wordt nog ontzettend zwaar. Wat is de opstelling deze wedstrijd? Kan ik dat wel zeggen, want die mensen zitten erbij. Nee, schijntje. Ze hebben hem al. Peter Koning is een doel. Dan Wilson Lima rechtsachter. Dan centraal achterin Robin Winkels, Bob Bison. Links Kevin. Middenveld Rodi, Giovanni en Ingmar. En voorin Ricky, Bob Vermunt en Jasper Huisman. Oké, nou, succes deze wedstrijd. Dankjewel. En dan gaan wij nu kijken naar de eerste helft tegen Delta Sports. Eindelijk is het weer zover. Een heerlijke thuiswedstrijd op de kikkershoek bij SAO. En daar komen ze, de heren van Delta Sport en SAO. Zij betreden het veld waar de frisse, maar bovenal harde wind zich doet gelden. De vlaggen staan strak door de wind. Maar zo gek als de week ervoor bij Heijnen Noord, zou het deze keer niet gaan worden. En ook die uitslag bij Heijnen Noord, zo gek mocht het ook niet worden. De heren van SO die gingen daar keihard aan werken. Hier hebben we Robin Winkels, hardwerkend in het veld. Die speelt op rechts Bob Vermunt aan. En Bob doet in één keer door naar Jasper Huisman. Jasper in de 16 en legt de bal weer af op Robin Winkels. En die raakt de bal helaas niet goed. Halverwege de eerste helft heeft SO een corner. Jasper Huisman staat klaar. En let op, deze bal die wordt getrapt en opgetild door de wind. En die waait bijna de goal in. Maar de keeper was daar zeer alert op en het is een tweede corner voor SO. Jasper Huisman gaat het trucje nog eens een keer proberen, maar dan vanaf de andere kant. En dit keer lukt het niet. De bal wordt uitverdedigd via het hoofd van een van de verdedigers van Delta Sport. Kevin Angel zit op de linkerkant, druk op de tegenstander en heeft de bal. Hij brengt hem binnen in de 16. Bal ketst af en daar hebben we Rodi Rijsdijk. En die legt hem net niet ver genoeg in de hoek. Het is 0-0 bij rust en we gaan naar de prijsvraag. Het antwoord op de vraag van de vorige aflevering is gehoortoestellen. Sam van der Wilk, jij had het goed. Gefeliciteerd, je kan je prijs komen halen in de Robai Shop. De vraag van deze week is, hoeveel wedstrijden heeft Kees Nobel voor het eerst van SO gespeeld? Weet jij het antwoord? Laat hem achter in de reacties en zie volgende keer of je het goed hebt. Weet jij het antwoord? Doe mee en maak kans op deze performance pens van de Robai. Ik sta hier naast Kees Nobel, een van de belangrijkste SO-iconen. Kees, weet jij toevallig hoeveel wedstrijden je bij het eerst hebt gespeeld? Ja, volgens mij heb ik er ongeveer 375 gespeeld, geloof ik. Ja, 373. Nee. Ja, en daarvan waren er 68 beker en 305 competitie. En wat was je hoogste punt in die 373 wedstrijden? Kampioenschap, tweede klas, was wel een hoogtepunt. Mm-hmm. En in de hoofdklasse de wedstrijden tegen IJsselmeervogels en Quick Boys en Katwijk, dat soort wedstrijden waren echt geweldig om te spelen. Met, waren heel erg leuk. Ja, heel erg leuk met een mannetje of 3,000, 4,000, 5,000 man publiek. Was echt super om te spelen, zeker. Okay. Ruim 18 jaar geleden had je een uitwedstrijd in Rokanje. Dat werd 1-6. Weet je nog wat jouw rol hierin was? Rokanje, 18 jaar geleden, 1-6. God, nee, dat zou een eigen doelpunt, rode kaart, ik heb geen idee. Een hattrick.
Serieus? Ja. Weet je niet meer? Nee, dat is ik niet meer. Nee, echt niet. 17 april 2004 schreef jij geschiedenis voor SO uit tegen Deltasport. Weet je nog waarom? Ik denk dat het is om een van de snelste goals. En in hoeveel seconden tijd? Volgens mij was het in een secondetje of 12. Ja, klopt. Ja, dat was het. Nou, heel knap. Yes. En volg je het huidige eerste ook? Ik volg het wel redelijk, ja. Niet helemaal precies, maar wel krijg wel wat mee, ja. En wat vind je ervan? Ik vind het leuk. Er zijn ook nog veel jongens waar ik mee gespeeld heb nog een paar jaar geleden. Dus vind ik wel leuk om te kijken, ja. En nu speel je zelf in SO5. Ja. Gaan we je nog terugzien in de technische staf? Nou, dat weet ik niet. Maar het zou zo kunnen. Ik ben ook massagetherapeut. Dus het zou zo kunnen dat ik wel in de verzorging wat ga doen bij SO, ja. Oké, okay, nou leuk. Ja. Bedankt. Ja. En veel succes ja, bij het vijfde. Ja, bedankt. Dankjewel. We staan nu bij Van der Pellets in Liende, net onder Tiel, vanaf haar weiland gekeken. Ik woon zelf in een weiland, ik kom veel bij SO. En ja, wij kopen en wij verkopen gebruikte pellets. We kopen partijen op, we sorteren ze uit, we repareren ze, we recyclen ze. Het zijn allemaal gebruikte planken en daar repareren we weer de kapotte pellets mee. Ja, we doen het zoals gezegd al heel veel recyclen. Het is goed voor het milieu en het is beter voor de portemonnee, want je hoeft geen nieuw hout te kopen. Hout is momenteel erg duur. De plank blijft hetzelfde, kwaliteit scheelt ook helemaal niks. Hier hebben we een zaagmachine, daar kunnen we diverse maten door elkaar heen zagen. We hebben een mooie afzuiginstallatie staan voor onze zaagmachines. En wij zijn Van der Pellets, Bart Van der Pellets. Benna van der Pellets, Matthijs van der Pellets. De eerste helft is het SO met de wind in de rug niet gelukt om te scoren. Eens kijken of het de tweede helft met windje tegen wel gaat lukken. Mooie actie daar van Ricky Bokhoven. Die gaat naar de goal, maar de bal wordt tot corner verwerkt door de verdediging van Deltasport. Jasper Huisman staat weer klaar voor het nemen van deze corner. Hij trapt de corner naar de eerste paal. Daar wordt hij doorgekopt en daar is Robin Winkels. 1-0 voor SO en niet zomaar 1-0. Het is tevens ook het 900ste competitiedoelpunt voor SO1. Een jubileumgoal dus. Kijk hier nog even hoe die bal doorgekopt wordt. Eerste paal en daar staat Robin en oei oei oei. Lekker door die beentjes van die verdediger van Deltasport. We zijn ruim een kwartier verder als Peter Konings de bal vrij ver in het veld weet te krijgen met die strakke tegenwind. Daarbij Jasper Huisman, die legt hem neer bij Bob Vermunt. En Bob Vermunt die heeft een prachtige splijtende paas richting Ricky Bokhoven. Ricky Bokhoven, jawel! Ricky Bokhoven! 2-0 voor SO. Heerlijk! En kijk die grensrechter daar met zijn vlag wapperen. Maar ja, dat heb je al gauw met deze wind. Daar heeft niemand verder op gelet. Het is gewoon 2-0 voor SO. En SO die wilde nog wel eventjes aan dat doelsaldo gaan werken. Een derde goal erbij zou mooi zijn. Mooie strakke paas van Jasper Huisman op Giovanni Brevaert. Maar dit keer werd helaas het vlagsignaal wel gezien van de grensrechter. We zitten vlak voor het einde van de wedstrijd als Deltasport nog een corner mag nemen. Wordt ingebracht, uitverdedigd door SO. En gelijk weer terug, hoog met de wind mee in de 16 bij SO. Maar de bal stuitert over de achterlijn. Peter Konings kan de bal oprapen en het is een feit. SO, Deltasport eindigt in 2-0. We gaan even blikken op de tussenstand in de tweede klasse B op zaterdag. We zien hier Rijsoord wederom weer bovenaan staan. Rijsoord heeft geen punten laten liggen deze zaterdag. Die won met 4-2 tegen BVCB. Alsook Kloetingen die tegen Die Hagen met een 1-0 winst de tweede plek wist te behouden. Zowel SO als Kloetingen staan op de tweede plek met evenveel punten. Maar een beter doelsaldo voor Kloetingen geeft hun recht op die tweede positie. En met deze wetenschap kunnen we zeggen, het wordt nog spannend die laatste 8 wedstrijden. We gaan nabeschouwen met Lotte Vermaat. En let even op de haar, zo strak als de vlaggen zelf. En Jasper Huisman. Ik sta hier nu na de overwinning naast Jasper Huisman. Hoe is het gegaan vandaag? Wat vond je van je spel? Ja, allereerst denk ik dat ik blij ben dat ik na 5 maanden weer op het veld mag staan. Zeker in de basis. De laatste wedstrijd is hier thuis BVCB geweest. Ja, dat was de allereerste wedstrijd van het seizoen. Dus dat ten eerste. En ten tweede denk ik dat als je met 2-0 wint en de trainer hoeft niet te wisselen, dan laat je zien dat je met het gehele team alles voor over hebt om te winnen.
Waar zit het succes volgens jou in dit seizoen? Ik denk dat we als één team spelen dat we van iedereen kunnen winnen. En we hebben Kloetingen krijgen we nog, maar Rijsoord hebben we laten zien dat we kunnen winnen. En nu Delta Sport laat je weer zien dat je wint. En ik denk dat het belangrijkste is, gewoon het team zelf. Nou, waar denk jij dat SO gaat eindigen dit seizoen? Ja, ik ben er altijd een beetje voorzichtig mee. De zekerheid die we hebben is denk ik dat we in de top 3 gaan eindigen. We hebben al een periode, maar ik denk dat we tot de laatste wedstrijd, dat is de Meeuwen thuis, mee zullen doen om de prijzen. En kunnen we nog lang van jou genieten op de Kikkerzoek? Ja, ik heb toevallig van afgelopen week mijn jaarwoord gegeven voor volgend seizoen. En dat heeft ook mede te maken met dat ik eigenlijk dit seizoen meer niet heb gespeeld als wel. Dus ik heb zeker nog wat te laten zien. Dit was SO TV voor deze week. Volgende week speelt SO uit tegen RVVA. Die week erop spelen ze thuis tegen Forum Sport en dan zijn wij er natuurlijk weer bij. Tot dan!